een bijzonder welkom voor mij. Ik heb dit geloof ik 50 keer gedaan in de achterliggende 6 jaar. En dan is het eigenlijk altijd ten behoeve van een tentoonstelling. En nu ook, maar nu een tentoonstelling met voor mij wel een bijzondere lading. Omdat het mijn laatste is in de vishal. En het is een beetje emotioneel, maar ook heel mooi en ook heel warm en fijn. En ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. En ik heb een korte toespraak bij de tentoonstelling. Through the Looking Glass and What I Found There. De titel van de tentoonstelling verwijst naar een boek van Lewis Carroll, de schrijver van Alice in Wonderland. De oorspronkelijke titel is Through the Looking Glass and What Alice Found There. Hij schreef het als vervolg op Alice in Wonderland met dezelfde hoofdpersoon. Kijken through the looking glass. Het kijken door een vergrootglas en inzoomen op de wereld. Voor mij slaat het op de wondere wereld waar ik door de kunst in terecht ben gekomen. En op mijn periode in de vishal in het bijzonder. And what I found there. Dat is niet in enkele woorden te zeggen. Maar het eerste wat bij mij opkomt is het woord vriendschap. De jaren die ik in de vishal heb gewerkt, heb ik met zoveel vriendschap en liefde ervaren. Van Cilia, mijn lieve vriendin en zakelijke coördinator. Van de bestuursleden en van de oud-bestuursleden Els, Jennifer, Erik, Paul Winters, de oud-voorzitter. En zo kan ik misschien nog wel een heleboel opnoemen. Mijn lieve technische assistenten die altijd voor mij klaarstonden, John en Frans. Dank jullie wel. En alle vrijwilligers en natuurlijk alle kunstenaars, de leden en alle van buiten de vishal met wie ik in de afgelopen tijd heb gewerkt. Het was een geweldige tijd. En dan natuurlijk het allerbelangrijkste, de kunst. Door mijn werk hier ben ik er letterlijk in ondergedompeld en het heeft me gevormd. Wat maakt kunst nou eigenlijk zo belangrijk? Afgelopen week las en hoorde ik 3 keer over wat kunst is en wat het ons biedt. Allereerst op een opening, daar sprak een dichteres over het moment dat zij ervaart wanneer ze een gedicht schrijft dat werkelijk goed is. 5 seconden ongeveer bevind ik mij in een onbegrensde ruimte. Het is als, of zoals ik mij de hemel voorstel. Er zijn geen muren of plafonds. Er zijn geen beperkingen, je kunt erin verdwijnen. Dat is ook wat de kunstenaar zal ervaren wanneer hij een werk heeft volmaakt. Dat is wat hij met zijn werk wil. Ons, de kijker, de kans geven om in die onbegrensde ruimte te treden. Onze fantasie te laten werken en niet gestoord door wat moet of wat wel of niet kan, die ruimte te geven aan onze eigen interpretatie. Met een vriend sprak ik afgelopen week over het feit dat religie door de eeuwen heen een belangrijke rol in de kunst heeft, altijd al. En hij zei, dat is misschien niet zo vreemd, want eigenlijk hebben ze best veel gemeen. Ze willen namelijk allebei hetzelfde, de mens het hogere laten beleven. De onbegrensde ruimte dus. In een artikel over de tentoonstelling Silence Out Loud, die is samengesteld door Joost Zwageman en die deze week in Museum Kranenburg in Bergen is geopend, las ik dat Joost zei, de tentoonstelling moet onontkoombaar worden. Een tentoonstelling waarin in onze tijden van cacofonie en hoogtonigheid de eeuwige waarde en de eeuwige waarheid van de stilte wordt verbeeld. Hij haalde daarbij een citaat aan van Luc Tuymans. Schilderijen moeten, willen ze effect hebben, de immense intensiteit van stilte hebben. Opgevulde stilte of leegte. De beschouwer moet de onbegrensde wereld van ruimte en tijd kunnen betreden dus. En dan gaat het niet alleen om schoonheid, maar mag het ook best wringen. Stilte kan namelijk ook beklemmend zijn of onaangenaam. Als je als kijker de tijd wil nemen om langer dan de gemiddelde 9 seconden naar een schilderij of een kunstwerk te kijken, of naar een muziekstuk te luisteren of naar een gedicht te luisteren, dan kan je de stilte ervaren, die stilte.
dat onnoembare dat net buiten het bereik van alle dag ligt. Net buiten het blikveld, maar tastbaar in een onbestemd verlangen. In de vorm van schoonheid, ontroering, troost, concentratie, een glimlach, maar ook irritatie, boosheid, verdriet of soms zelfs afschuw. Kunst laat door beelden nieuwe gedachten bij je ontstaan. Kunst kan een deurtje openzetten. Een deurtje naar iets wat je nog niet kende, ergens diep in jezelf. Alice tuimelde in het konijnenhol en na een lange diepe val kwam ze in een wondere wereld terecht. De wereld van onbegrensde ruimte en tijd. Een wereld vol mogelijkheden en onmogelijkheden. Onderweg leerde ze heel veel en ze werd nieuwsgierig naar alles wat zich achter het nog gesloten deurtje bevindt. Voor deze tentoonstelling heb ik kunstenaars uitgenodigd waarmee ik in de achterliggende tijd heb samengewerkt en wier werk op mijn netvlies is gebleven. Me nieuwsgierig maakte en heeft verwonderd. De lijst waarmee ik begon was zeker nog 3 keer groter dan deze, maar gezien de beperkte ruimte moest er een keus worden gemaakt. Het is een persoonlijke keuze, maar de gemene deler is het gevoel dat ze me meenemen naar de onbegrensde ruimte en tijd. Ik dank alle kunstenaars heel hartelijk voor hun werk. En ik dank u allen voor uw aanwezigheid en voor uw liefde en vriendschap van de achterliggende 6 jaar. Meer over elke kunstenaar die hier te zien is in het bijzonder wilt weten, ligt er een uitgebreidere handleiding, een handout op de balie, waarin u iets over de achtergronden kunt lezen. En ik wil u nu graag meenemen in een kort intermezzo. 2 meisjes, Marie-Lief en Teuntje, zullen samen u inzicht geven in het werk van Seet van Hout, dat hier zo mooi opgevouwen ligt, en hun zusje Pip, die zal ook een kleine assistentie verrichten. Als jullie daar gaan staan, meisjes, dan komt Pip er nu aan met het belangrijkste onderdeel. En nadat u heeft kunnen kijken naar het prachtige werk van Seet, zal onze voorzitter Annette de Vries het woord nemen en daarna denk ik nog even Cilia. Dus rondom gaat staan, want eigenlijk is het werk vanaf de rechterkant het best zichtbaar. En je mag al heel dichtbij komen. Thank you.
Ja, ik heb het niet.
Erg leuk dat u allemaal voor die oude auto's op de Grote Markt bent gekomen. U maakt nu een voor de vishoop memorabel moment mee. Deze expositie is tevens het afscheid van Willemijn Faber als artistiek coördinator en Cilia Tel als zakelijk coördinator van de vishoop. Daar wil ik toch even met u bij stilstaan. Ik richt mij eerst tot Cilia. Na ongeveer 10 jaar als zakelijk coördinator de vishal op je schouders te hebben gedragen, leg je deze functie per 1 januari neer. In die periode is de kunstenaarsvereniging mede door jouw inzet veranderd van een tamelijk naar binnen gerichte vereniging in een naar buiten stralend en uitnodigend podium voor actuele kunst. De vereniging is enerzijds zakelijker geworden, anderzijds is het nog steeds een warm bad voor de leden, de vrijwilligers, de vrienden en de sponsors. Eigenlijk voor iedereen die actief betrokken is bij de vishal. Jij was zelf afkomstig uit vrijwilligers. Jullie zijn begonnen achter de balie eigenlijk. En wat een vriendschap is daaruit voortgekomen. Inmiddels ben je een van de belangrijkste spellen waarom de vishal draait. Je bent een van de gezichten van de vishal geworden. Degene die Cilia nu nog niet kent, die is ook nog nooit in de vishal geweest. Ik kies een paar recente hoogtepunten uit jouw coördinatorschap, in elk geval wat ons betreft. De jubileumactiviteiten van de vishal vorig jaar, dat was een enorme happening, en Serious Request. Het waren twee mooie monsterproducties waarvoor jij je enorm hebt ingezet en met enorm succes. Verder ben je altijd het aanspreekpunt geweest voor al onze vrijwilligers die jou dan ook handen dragen. Een jaarlijks hoogtepunt zijn de vrijwilligersdiners waarbij zo'n 70 mensen aanschuiven. Het cultureel ondernemerschap van de vishal heb jij mede een boost gegeven. De activiteiten van de vereniging en van externe partijen in de vishal zijn zodanig in omvang en intensiteit toegenomen dat het eigenlijk te veel is geworden voor één persoon. En de afhankelijkheid van één persoon maakt ook de vishal weer kwetsbaar. Jij hebt begin dit jaar ervoor gekozen terug te treden in de luwte. De luwte van de vishal. Wat verder overigens nog niks zegt over wat jij gaat doen. Als ik jou een beetje ken, zul je regelmatig weer uit die luwte treden, al dan niet in de vishal. De vishal is jou veel dank verschuldigd en die drukken we nu met bloemen uit. In intiemere kring volgt later het echte cadeau. Cilia, dankjewel. Om Cilia op te pakken hebben we nu 2 nieuwe mensen nodig en ook weten te vinden. Wendy Tjoma, zij is nu op een welverdiende vakantie, en Ellen van den Berg. Daar. Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Willemijn. U bent hier gekomen voor de opening van een bijzondere expositie, namelijk de laatste van Willemijn als artistiek coördinator. Ze zei, de laatste expositie, maar daar kom ik nog op terug. Als artistiek coördinator in elk geval. Je bent 6 jaar geleden begonnen als artistiek coördinator. Ik zal niet zeggen vanuit het niets, maar het scheelde eigenlijk niet veel. De enorme ervaring die je nu hebt, die had je toen nog niet. De vishal was in verbouwing, dus dat was eigenlijk al een heel raar eerste jaar voor jou. En jouw voorganger heeft dan ook niet kunnen overdragen. Kortom, jij hebt het artistiek coördinatorschap in de vishal opnieuw uitgevonden. Een heel nieuw gezicht gegeven. Ja, dat heeft voordelen en nadelen. Het nadeel was dat je het wiel echt moest gaan uitvinden.
Het voordeel was dat je niet gehinderd werd door de erfenis van je voorganger. Dat was natuurlijk ook weer prettig. Jouw toomloze inzet heeft geleid tot een enorme dynamiek in de vishal. Een tiental exposities per jaar. Ik geef het u te doen. Voor een kunstenaarsvereniging, als u dat vergelijkt met de grote musea, 10 exposities per jaar is gigantisch. En dat was mogelijk dankzij jou en iedereen om jou heen. Maar het gaat nu om jou. Een bewonderenswaardige prestatie. Maar dat niet alleen. Je wist de leden en de vrijwilligers aan je te binden met je enthousiasme en je persoonlijkheid. Samen met de tentoonstellingscommissie ben je er ieder jaar weer in geslaagd om een aansprekend programma te verzorgen. De ledententoonstellingen waren een feestje. Overigens is het tentoonstellingsprogramma van 2016 ook deels van jouw hand. Dus je hebt ook wel wat goed van haar. Omdat de vishal nu eenmaal een vereniging is, kun je als artistiek coördinator nooit helemaal je artistieke ei kwijt. Maar in de loop der jaren heb je toch wel degelijk een eigen signatuur ontwikkeld en de vishal heeft daar enorm van geprofiteerd. Ik hoop van harte dat je nu weer de ruimte vindt om je eigen kunstenaarschap weer eigenlijk te herontdekken. Want de afgelopen jaren ben je daar gewoon niet aan toegekomen. En dat je je daar weer aan zou kunnen wijden. Ik zou me daarop verheugen. Willemijn en Cilia hebben de vishal veel gebracht. Ik denk dat omgekeerd de vishal jullie ook veel heeft gebracht. Aan die mooie wisselwerking met Willemijn, misschien heb ik net op toegesproken, komt een einde simpelweg omdat de statuten dat voorschrijven. En we hebben die statuten sowieso al opgerekt om jou nog 6 jaar hier bezig te kunnen hebben als artistiek coördinator. Maar ik wil jou ook met een bos bloemen bedanken en het echte cadeau komt weer een intiemere kring. Willemijn. Mijn charmante assistent, Ruud Vos. Ook voor het... Ja, de bloemen zijn prachtig. Ook voor het artistiek coördinatorschap hebben wij een nieuw persoon gevonden. Annelien Kers. Ik hoop dat u allen deze nieuwkomers net zo zult steunen als u Willemijn en Cilia hebt ondersteund. En dan kijk ik even naar Cilia, want ik had u willen uitnodigen om op hen te toosten. Maar wil jij nog wat zeggen? Heel even. Heel even, dat mag. Ja, dat doen we pas. Geef ik het woord aan Cilia. Lief allemaal, als ik ga huilen, dan is dat normaal. Dus dat was op de preview vrijdag al zo. En ik voel nu ook wel de hele tijd een soort een trillend onderlipje. Maar ik wou eigenlijk heel even kort iets zeggen om iedereen te bedanken. Want de vishal heeft mij in die 11 jaar op handen gedragen. Iedereen die hier was. En dat voelde heel goed. Oscar Wilde zei, one should either be a work of art or wear a work of art. Ik vind als je je met kunst kunt omringen, ben je een gelukkig mens. Ik heb hier ontzettend veel kunst gezien, ontzettend veel mensen gesproken. Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt, zo geïnspireerd dat ik niet meer wil stoppen. Dus Willemijn en ik gaan door. Met wat dan ook, iets met kunst. Iets met kunst kunnen wij wel. In ieder geval voel ik al jaren, en dat is nog steeds zo, voel ik van heel veel mensen ontzettend veel liefde en vertrouwen. En dat voelt heel erg goed. Dus wat nu wel schreef in het enorm mooie artikel in het Haarlems Dagblad, dat mijn vriendenkring met 300% is toegenomen, dat is geen leugen. Ik heb ontzettend veel vrienden hier gemaakt. En ontzettend veel meegekregen. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Veel besturen. We hebben een aantal ingrijpende bezuinigingsacties overleefd. Vissel is gegroeid. Ik ben heel erg gegroeid. En ik dank jullie heel erg hartelijk voor al het vertrouwen en de liefde.